Tielse topklasser TSC won met 2-1 van VVSB uit Noordwijkerhout. Gemakkelijk ging het niet op de lok. VVSB bleek een uitstekende tegenstander die net zoals TSC het van voetbal moet hebben. Allereerst de opstellingen van beide ploegen. TSC op doel Van der Sman, achterin Kiyomeni, Van D, Westerlaken en Vierek. Op het middenveld Takasawa, Alleskan en Van Gessel. En in de voorhoede vinden we Nouri, Bartels en Noël Sanaki. De opstelling van VVSB in een 4-3-3-formatie. Van der Meer op doel, Vuilbrief, Kraaienvanger, Zwart en De Rijk in de achterhoede. Jozic, Ruigrok en Van Niel op het middenveld. En Tanvila, Saboni en Bekooi in de aanval. In het begin van de wedstrijd leek het er niet op dat TSC zou gaan winnen. De eerste kansen waren voor VVSB. Na 2 minuten al kopte Giovanni Saboni naar een aanval over de rechtervleugel via een TSC-verdediger net over het doel. TSC kreeg na 7 minuten een indirecte vrije trap in het strafschopgebied op 9 meter van het VVSB-doel. Bas Ruigrok speelde terug op zijn doelman. De vrije trap van Bart Westerlaken werd door Saboni van de doellijn gehaald. In de 14e minuut maakte Walter Kiyomeni een slippertje, zodat Thomas Tafila alleen op Van der Sman af kon. Zowel wel vaker dit seizoen bleef Van der Sman op de been. De wedstrijd speelde zich veelvuldig op de helft van TSC af, maar TSC kwam wel na 21 minuten op voorsprong. Jip Bartels zette goed door op rechts en Nehemia Sanaki nam zijn voorzet ineens op zijn schoen. Het was 1-0. Nog geen 2 minuten later verscheen Vladimir Jozic alleen voor Van der Sman, die weer de baas bleef. Voor TSC waren voor rust alleen Bartels na een actie van Takasawa en Matthijs van Gessel dreigend voor het VVSB-doel. De beste kans kreeg echter Saboni. Hij kopte precies in de handen van Van der Sman en daardoor bleef het 1-0 tot aan de rust. Tijdens de rust was er een wissel. Sven van Inge verving Mohamed Nouri en vulde TSC het middenveld anders in. VVSB kwam sterk uit de kleedkamer. Frans van Niel was dicht bij een doelpunt en Tommy Bekooi kopte net over. TSC kwam er af en toe gevaarlijk uit, maar kreeg geen echte kansen. Na 58 minuten kwam de gelijkmaker. Erik van D pakte Bekooi met een slijding in de 16 meter. En dat was voor scheidsrechter Hol genoeg om een strafschop te geven. Ruigrok verzilverde de strafschop, al zat Van der Sman er dichtbij. TSC kende het nodige elan en kwam enkele minuten later alweer op voorsprong via een fraaie aanval over rechts. Nehemia Sanaki leidde de aanval in. Bartels zette voor en invaller Sven van Inge zorgde voor de afwerking. 2-1. VSB kwam nog sterk opzetten aan het einde van de wedstrijd, maar TSC gaf geen krimp. Vooral het centrale verdedigingsblok Bart Westerlaken en Erik van D wist van geen wijken. TSC won met 2-1 op de lok en staat nu 7e op de ranglijst. Dank u voor uw aandacht bij deze wedstrijd en wens u voor de rest van dit weekend nog een heel fijn weekend toe voor de supporters van VVSB. Een goede reis terug naar Noordwijkerhout. De volgende wedstrijd van TSC is komende zondag. Dan wordt er om 2 uur afgetrapt in Utrecht tegen Hercules. En de eerstvolgende thuiswedstrijd is op 24 januari van het komend jaar. En dan spelen we hier om 2 uur thuis de wedstrijd tegen OJC Rosmalen. Voor nu wel thuis en nog een goed weekend. Wilfred van Leeuwen, hoofdcoach van VVSB, balen. Ja, nogal. Ik denk dat we onder mijn leiding bij VVSB de beste wedstrijd hebben gespeeld tot nu toe. En dan is het zuur dat je gewoon 5, 6, 7 kansen
om zeep helpt en heel knullig een tweede goal weggeeft. Ligt dat aan het eigen spel of ook aan het spel van TSC? Nee, ik vind niet dat het vandaag aan het spel van TSC lag. Ik denk dat wij gewoon een goede wedstrijd hebben gespeeld. Dat we overal er bovenop zaten als zij de bal hadden. Ik denk dat we in omschakeling goede keuzes hebben gemaakt en aan de bal hebben we fantastisch gevoetbald. Ik denk dat ook de mensen van TSC gewoon een prima wedstrijd hebben gezien. En TSC wil ook graag voetballen, dus het was heel open. Inderdaad, voor de neutrale kijker was het een leuke wedstrijd met spanning tot op het eind. Ja, en ik denk dat wij met name kansen hebben gecreëerd vanuit het voetballen. Ja, en hoe ze er dan niet in gaan, dat wie het weet mag het zeggen. Bart Westerlaken, je hebt een puikenwedstrijd gespeeld, daarom beloond als man of the match. Dat moet je deugd doen. Dankjewel, zeker. Nou, uiteindelijk de uitslag die telt, maar wel blij met het vertoonde spel, denk ik. Ja, en 3 punten in de knip. Dat had net zo goed anders kunnen zijn, hè? Dat zeker. Had anders kunnen zijn. Ik denk alleen dat we na de 1-0 hadden we meer overwicht. Hadden we het eigenlijk af moeten maken. Krijgen we de 1-1 snel tegen. Een penalty. Naar mijn inzien niet. Daar had Erik de schadding inzet en de bal had nog toen hij opstond. En dan is het eigenlijk een ongelukkig moment dat je de 1-1 tegenkrijgt. Maar toch de weerbaarheid die we getoond hebben als team. Denk dat we 2-1 toch wel als mooi mogen zien, denk ik. Ja, fantastisch. Natuurlijk die 2-1 gemaakt door Sven Vlinken. Dat goaltje heeft hij ook nodig, hè? Ja, super. Ja. Sven is gewoon een positieve jongen. Staat ook positief in de groep. Werkt hard. De trainer ziet nou meer in de voorhoede als aanspoelpunt. Maar hij doet gewoon goed. Hij valt in, hij doet zijn taak. En hij maakt een assist en maakt een goal. Dat is fantastisch voor de jongen. Jouw eigen spel, vertel er eens over. Eigen spel. Ik denk dat we samen met Erik die spits aardig hebben uitgeschakeld. Vandaag was de lange bal meer dan normaal, zeg maar. Dus in die zin was het voor ons makkelijk om die bal naar voren te schieten. Maar uiteindelijk wil je zelf ook wel iets meer voetballen. Iets meer waar wij goed in zijn, de combinatie zoeken. Dat vandaag helaas minder in, ook omdat ze ons aardig vastzetten. Zeg maar. Ja, het blijft spannend in die topklasse. Volgende week naar Utrecht, naar Hercules. Weer 3 punten? Natuurlijk 3 punten. Ja, ik denk wel dat we voor die 3 punten moeten gaan. We hebben hier thuis 3 punten laten liggen, of 2 punten laten liggen, hebben gelijk gespeeld. We hebben veel kansen gehad, veel kansen gemist. En ik denk dat wij gewoon in staat zijn, ook als elfde, dat we gewoon die 3 punten moeten halen. En de aansluiting bij de eerste 7 moeten houden, zeg maar. Nou, gefeliciteerd in ieder geval als met de titel Man of the Match. Super, dank u wel. De keeper van VVSB, Roland Vermeer, met niks naar huis. Ja, dat klopt inderdaad. Het spelletje draait om doepen te maken en dat hebben we vandaag te weinig gedaan. Nou, op zich was het natuurlijk wel een interessante pot, hè? Een interessante match. Maar met 0 punten krijgen jullie te weinig? Ja, vind ik wel. Kijk, wat ik al zeg, ik bedoel, het spelletje gaat om doepen te maken. Maar we hebben vandaag redelijk goed gevoetbald. Je hebt een hoop kansen gecreëerd. En er waren ook gewoon echt goede kansen tussen zaten en die moet je gewoon maken. Als je kijkt naar het spel van de tegenstander, wat zegt jou dat? Dat ze op zich ook wel gewoon willen voetballen. We schakelen snel om en daar hadden we in het begin eventjes moeite mee om even dat tandje bij te zetten. En toen we er goed in kwamen, kregen wij daarna ineens de kansen, maar de tech scoorde. Als we even snel de wedstrijd doornemen, jouw eigen spel? Ja, ik heb helaas niet kunnen doen, zeg maar, om de jongens te helpen. Zeg maar. Ja, eerste goal, verwacht misschien een hard schot en dan wordt het eigenlijk net een half lopje eroverheen. En de tweede is gewoon goed uitgespeeld en lopen we niet goed mee. Dus ik heb niet echt, ik heb gedaan wat ik kon doen en voor de rest niet de speciale dingen. Als we het hebben over VVSB zelf, waar gaan jullie eindigen? Hoe gaat het met de ploeg? Nou, we gaan wel bij de eerste 7 eindigen. Dat kan bijna niet missen. Ik bedoel, je ziet ook vandaag aan het spel, daar ligt het niet aan. Ik bedoel, een team, we zijn nog steeds een team. We moeten alleen weer even zorgen dat we weer aan het scoren komen. En dan komen die punten vanzelf. Frits van den Berg, trainer van TSC, een gelukkig man. Heel gelukkig. We zijn erg blij met deze 3 punten. Zeker gezien het feit dat we behoorlijk gezakt waren op de ranglijst. En naar plaats 10, rechterrijtje. En om de aansluiting te houden naar boven toe, waren deze 3 punten van groot belang. De trainer van VVSB vond de uitslag onterecht. Dat mag hij natuurlijk vinden. Wat vind jij? Nou, we hebben wel tegen een fantastisch goede ploeg gespeeld. En een ploeg die ook in de wedstrijd heel wat kansen heeft gecreëerd. Maar goed, uiteindelijk staat die stand gewoon 2-1. En wij hebben minder kansen gehad. We hebben wel 2 goals gemaakt. En hun hebben veel kansen gehad en ze hebben kansen laten liggen. Ja, en als je uiteindelijk gaat het om de benutte kansen. En daar waren wij vandaag iets beter in. De winnende werd gemaakt door Sven Vlinken. Dat is mooi voor hem, hè? Voor Sven is dit een fantastisch moment. Hij is natuurlijk in de tweede helft gekomen.
Ja, voor, even kijken, dat was Mootje. En ja, goed, Sven wist wat hij moest doen. Sven staat voor plan B, in de spits spelen, ballen vasthouden, proberen ballen klaar te leggen, assisten te verzorgen voor medespelers, dat heeft hij gedaan. En hij scoort de winnende goal, kan niet mooier. En als we kijken naar andere spelers in het elftal, Nemi Asanaki, ja, niet altijd even gelukkig aan de bal, maar wat een longen, hè? Ja, Nemi, ja, die heeft laten zien dat hij topfit is. He, hij speelt eerst hangend aan de rechterkant, vervolgens komt hij op positie 10 terecht. En Jip gaat naar de buitenkant en we moeten hem laten eindigen als rechtsback, waarin hij ook nog een keer verdediging belangrijk is. Want hij heeft nog ballen staan blokken op de achterlijn. Dus Nemia is vandaag heel belangrijk geweest voor ons elftal en ook voor de uitslag. Volgende week tegen Hercules, de laatste voor de winterstop. Ook dat wordt een belangrijk potje. Ja, dat wordt zeker een belangrijke wedstrijd. Want ik zag net eventjes op het schermpje de tussenstand en ik zag dat Hercules 0-1 stond tegen JVC Kuik. Dus dat is knap. Want JVC Kuik schat ik ook een van de beste ploegen die in deze afdeling spelen. En dat zal voor ons weer een hele moeilijke wedstrijd worden. Maar goed, we hebben uit 15 wedstrijden 23 punten gehaald. En ik denk dat we staan waar we graag willen staan. En om dit vast te houden zal best moeilijk worden. Maar we gaan wel met vol vertrouwen na 2 overwinningen gaan we wel naar Utrecht. Pieter van den Burg, voorzitter van TEC. Het gaat goed met de club. Gelukkig weer wel. We zijn heel goed het seizoen begonnen. Eerste wedstrijden, omdat wij nieuwkomer waren, was men verbaasd dat we in een winning mood waren en ook veel wedstrijden wonnen. We hebben een dip gehad van 4-5 wedstrijden, dat we echt 4 wedstrijden verloren hebben en 1 gelijk gespeeld. En de laatste bekerwedstrijd zelfs met 8-0 gewonnen, dat gaf ons weer zelfvertrouwen. Het heeft ook te maken dat we ook een aantal blessures hadden. En die zijn nu weer aan het terugkomen. En ja, wij zijn toch een voetballende ploeg gebleven. En de laatste 2 wedstrijden, ja, dan vliegen ze er weer in. Maar dan worden de combinaties weer gemaakt en men kan elkaar weer vinden. Het loopt. Heb je trouwens ook ambities om trainer te zijn, behalve voorzitter? Bijna, hè? Dat zou je bijna denken. Nee, wij hebben daar echt mensen die dat veel beter kunnen dan ik. Maar je weet hoe Nederland is. Er wonen hier, ik geloof, 15 miljoen Nederlanders. En als er voetballen is, dan hebben we ook 15 miljoen trainers. Buiten het eerste elftal staat de club ook eigenlijk op de kaart in Tiel, hè? Ja, we zijn natuurlijk heel erg de club het bed op aan het schudden. Jeugdopleiding die moet verder van de grond afkomen. We hebben ook het G-team, de dames elftallen, 2 wat we er nu hebben, waarin we dus toch meer ontwikkeling willen gaan laten plaatsvinden. Dus de club bruist en dat heeft ook natuurlijk te maken dat het eerste elftal het goed doet. Het heeft ook natuurlijk een uitstraling naar beneden toe naar de club. En ja, dat versterkt elkaar. En buiten dat zet Tiel wel al in zijn algemeenheid op de kaart in Nederland? Ja, want men weet niet alleen dat Tiel Flipje is, maar dat het ook TEC is tegenwoordig. Want we komen natuurlijk door heel Nederland heen. En dat is op zich natuurlijk ja, ook een goed merk aan het worden, TEC, in den landen. Tot slot, hebt u nu even ruimte om de kijkers van StadsTV toe te spreken als zijnde voorzitter van TEC? Ik wens alle mensen uit Tiel en de omgeving de beste dagen toe met de kerstmis. 2016 goede jaarwisseling en dat u gezond in 2016 hier weer op de lok te mogen ontmoeten als voorzitter, maar ook als club TEC. Dan nu de uitslagen van de op 13 december gespeelde wedstrijden. OJC Rosmalen UNA 0-3. Sneekwit Zwart AFC 2-3. Koninklijke HFC FC Linde 2-1. WKE HBS 3-0. TEC VVSB 2-1. HSC 21 EVV 2-0. JVC Kuik Hercules 2-1. En Maghreb 90 de treffers 2-2. Dan de stand per 13 december. WKE 31 punten uit 14 gespeelde wedstrijden. De treffers speelden 15 wedstrijden tot nu toe en haalden 26 punten. AFC uit Amsterdam staat derde met 26 punten. JVC Kuik 25. UNA 24. De Koninklijke HFC uit Haarlem 14 wedstrijden gespeeld, 23 punten. TEC 7e met 15 wedstrijden gespeeld, 23 punten. En VVSB sluit het linkerrijtje met 21 punten uit 15 gespeelde wedstrijden. Zondag 20 december speelt TEC de laatste wedstrijd voor de winterstop en wordt dan uitgespeeld tegen Hercules uit Utrecht. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op zondag 24 januari 2016. Dan ontvangt TEC op de lok OJC Rosmalen.
Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.